Hallo. Mooie zonnebloemen. Hè? Op het eind van de zomer, zo aan het begin van de herfst, heb je ze vast wel eens zien staan. Ik vind ze prachtig. En wist je dat er iets heel bijzonders is aan zonnebloemen? Ochtends, als de zon opkomt in het oosten, dan staan ze gericht naar de zon. Maar ze verliezen die gerichtheid gedurende de dag niet. Ze bewegen mee met de zon en s'avonds, als de zon ondergaat in het westen, dan staan ze richting het westen gericht. En de zon helpt ze om die draai te maken. Want de zon verlicht ochtends de oostelijke kant van de stengel en dan, en dan groeit die sneller. En zo maken de zonnebloemen de draai. En s'avonds heeft de zon de westelijke kant belicht en, en dan groeit die weer sneller en draaien ze weer terug. Maar los van dat de zon helpt. Om mee te draaien hebben ze ook een soort innerlijke gerichtheid. Een soort interne klok gericht op de zon. Dat ook op minder zonnige dagen ze van binnenuit de gerichtheid hebben om, om die draai te maken. Ik vind dat heel mooi, ik vind dat heel bijzonder. We hadden ook een zonnebloem bij ons in de tuin staan dit jaar. Maar we hadden er wat bamboegrassen omheen staan. En die groeiden zo snel en zo hoog. Dat deze zonnebloem het zicht op de zon is verloren. en niet meer genoeg licht kreeg om goed mee te kunnen draaien. En die zonnebloem heeft het niet gered. De zon is belangrijk. De zon is bron van licht en leven. De zon is leading in het bestaan van een zonnebloem. En wat de zon voor de zonnebloem is, dat is God voor ons: Hij is levengevend. Hij verwarmt, hij brengt tot bloei, hij helpt ons groeien. Hij maakt ons tot de persoon zoals hij ons bedoeld heeft. En Paulus schrijft ons daarom het volgende in 1, in, Corinthe, in Colossense, in Colossense 3. De brief aan de Colossense 3. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, dat betekent dat je tot geloof bent gekomen. Dat Jezus je redt, schrijft Paulus. En door de doop heen ben je dan opgestaan met Hem in een nieuw leven. Dus als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. In de hemel, daarop gericht zijn, want daar zit Christus aan de rechterhand van God. Richt je op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Bedenk wat boven is. Streef daarna. Richt je daarop. Want daar zie je Jezus, zie op de Zoon. En hij zit daar als messias. Christus, gezalfde messias, als redder. Aan de rechterhand van God, de schepper van de hemel en aarde. Hij heeft de hoogste plaats. En vandaag, terwijl we deze parel aan het opnemen zijn, is het Yom Kippur, grote verzoendag in Israël. Israël is momenteel in een tweede lockdown. En er kan heel weinig. Gebedshuizen zijn gesloten. Maar speciaal voor de heiligste dag in het Joodse jaar, Yom Kippur, grote verzoendag, mogen de gebedshuizen even open. En in kleine groepjes mogen mensen bij elkaar komen om te bidden om verzoening en vergeving op deze dag van vasten en gebed. Yom Kipoer, het verlangen naar verzoening. En door de eeuwen heen was dit de enige dag dat de hoge priester, een mens, mocht komen in het allerheiligste om verzoening te doen. Maar als wij omhoog kijken, dan zien wij dat het niet langer meer een heiligdom is wat is afgeschermd. Het kleed is opengescheurd van boven naar beneden op de dag dat Jezus stierf. En hij heeft toegang mogelijk gemaakt. Wij kijken omhoog en we zien een geopende hemel. Zie de zoon, je redder, die daar zit op de troon aan de rechterhand van de vader. En dan zegt Paulus ook nog in Colossense 3, dat jouw leven met Jezus, jouw redder, verborgen is in God. Wij mogen in verbinding staan met een geopende hemel. God heeft dat mogelijk gemaakt. Vandaag is het ook tien jaar geleden dat God mijn vader heeft thuis gehaald. Mijn vaders leven is niet altijd makkelijk geweest. Maar Hij heeft Jezus leren kennen als redder. En vanaf dat moment heeft Hij samen met mijn moeder nooit meer het zicht. Op de hemel verloren. En met vallen en opstaan wilde hij volgen. Zie op de zoon. En blijf gaan. Meebewegen met dat wat God doet. En zo Jezus liefde doorgeven aan mensen om ons heen. En het is Paulus menens in Colossense 3. Hij wint er geen doekjes om. Richt je dan op die hemelse dingen. En laat alles uit je leven verdwijnen. Wat niet past bij God en zijn koninkrijk. De dingen die het zicht op Hem wegnemen, laten, ze, laten we ze wegdoen uit ons leven. En laten we ons uitstrekken naar de dingen die wel passen bij God en zijn koninkrijk. Hij noemt ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Elkaar vergeven, in liefde eensgezind zijn, dankbaar zijn. En wat mij opvalt, is dat als wij omhoog kijken, dan is het niet alleen maar dat wij daarboven iets zien. Er is verbinding met onze Hemelse Vader, met de Hemelse Jezus. En daar schrijft Paulus ook over. De Hemel geeft, Heaven gives. God geeft als wij omhoog kijken, zoals de zon geeft aan de zonnebloem. En Paulus schrijft dit. In vers 16. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan, bemoedig elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. En deze tekst vind ik mooi en vaak lezen we hem om te kijken hoe we elkaar ook kunnen bemoedigen en dienen. Dat is mooi. Maar wat ik hierin ook zie, is dat de hemel geeft. God geeft Zijn woorden. Gebeden, Psalmen, Tfilim. Dat woord betekent ook gebeden en liederen. Als wij hem volgen, dan geeft God in ons hart die rijkdom. En daarvan mogen we ook weer uitdelen. Gods Geest wil ons innerlijk sterken. Hij wil ons helpen om onze interne gerichtheid op God te. Vast te houden. Heb je dat wel eens meegemaakt? Het woord liederen, dat je merkte dat God daarin gaf op het moment dat jij ze begon uit te spreken, uit te bidden, uit te zingen. Ik wel. En dat is waarom ik daar zo van hou. Ons hart aan bid als wij omhoog kijken, als onze gerichtheid naar God uitgaat, als we Hem willen volgen gedurende de dag. En God geeft daarin aan ons terug. En hoe vaak horen we niet getuigenissen dat dat is wat er gebeurt? Het is een wisselwerking tussen hemel en aarde. Als wij omhoog kijken als een zonnebloem en de zon God zelf ons beschijnt. Nog één keer terug naar de zonnebloemen. Als ze volwassen worden draaien ze niet meer mee met de zon. Dan blijven ze gericht. Op het oosten. Dan worden ze namelijk het snelst verwarmd en trekken ze het meest bijen aan en andere insecten om ze te bestuiven. Dat is goed voor de zonnebloem, voor het vruchtdragen. Zo blijven staan is goed voor de zonnebloem, maar niet voor ons. Ons leven zal altijd zijn de dynamiek tussen omhoog kijken en volgen en ontvangen wat de hemel geeft. Dus laten we ons uitstrekken naar meer van God. En ontvangen wat Hij geeft. En daarvan uitdelen aan elkaar, aan andere mensen. Waarmee laat jij je vandaag vullen? Wat mag God vandaag in je leven spreken? Ben je gericht op Hem? Ik zege jou in Jezus' naam dat je mag ontvangen en weer mag uitdelen. Tot eer van God. Amen.